hoofd. Maar goed, maakt niet uit. Anyway, let the passengers board the train. Nou ja, ik zeg dat zelf, maar goed. Goed, laten we dat in ieder geval doen. En dan gaan we even hier met deze fantastisch leuke taak rijden. Laten we in ieder geval PZB in ieder geval aanzetten. En Sifa aanzetten. Zo. Hartstikke mooi. Zoals ik al zei. Ik vind het toch wel weer mooi om met deze trein te rijden. Maar het is echt heel lang geleden. Ik vind het in ieder geval weer mooi. Daar maken we ons over 2 jaar druk om. Ja, dat is waar. Is maar eens zien hoe ver we gaan komen. Oh, is de verhouding Twitch erop daarin eigenlijk met subs? Ja, dat moet nog gaan blijken. Achteraan hebben we natuurlijk nog steeds de 1100, maar dan komen we daar ook op terug. Laten we in ieder geval ruitwissers even aanzetten. Richting in ieder geval naar voren toe. Rem in ieder geval eraf. En let's go. Ja, nou ik moet zeggen, dit model vind ik persoonlijk in de mintgroen mooier. Maar de andere vind ik inderdaad, ja, meer in de rode weer mooier, ja. Ik moest wel zeggen dat in de jaren 90, toen dit er nog was, vond ik de... Even wachten, nou. Moet wel even wennen hierop, dus als we een keer een immersion break kregen, sorry. Oké. Goed, wij mogen dus weer verder rijden. Nou, op zich, ja, de jaren 90 was gewoon lekker een goede variatie aan verschillende soorten kleuren. En dat vond ik wel heel erg mooi aan die periode. Hey Nathan, thanks voor de host. Even kijken, laten we even 80 gaan nou weer. Zo. Nee, ik zat net voor de livestream even te denken en ik moest sowieso nog een scenario erbij zoeken. En toen dacht ik bij mij van, weet je wat, we gaan sowieso eens een keer weer op deze route rijden. En... ja, ik moet even wedden, want ik moet Sifa bevestigen met Q. Maar goed, toen kwam ik deze in één keer tegen en ik dacht bij mij van, hey, weet je wat, laten we deze een keer weer gaan rijden. Het was sowieso lang geleden. En ja, het is gewoon een leuk ding om mee te doen. Hey, dus drijver, thanks voor de host as well. Zo doen. Laten we in ieder geval wat tractie bijgeven. Volgende stad is in ieder geval Hannover, Noordstad, Gleidstein. We stoppen daarna nog on Lindenburg, Winnenhorst. En daarna stoppen we ook nog eventjes op Langenhagen Mitte, Langenhagen Pferdemarkt. Oh ja, anyway. Pferdemarkt volgens mij. En Hannover, de luchthaven. Hartstikke mooi in ieder geval. Even kijken. Ja, Expertlijn is sowieso gewoon beter. Dat sowieso. Even wennen dat de Q is. Zo. Oké, een klein beetje remmen bij. Zo. Het is geen tijdsgebonden scenario, dus dat is wel lekker chill. 50 viewers? Nice. En goedenavond trouwens ook Remco, Gerwin. Zo. Klein beetje te langzaam aan binnenkomen. Het is wel weer even wennen, moet ik zeggen. Kom aan, iets verder. Goed zo. Moet eventjes... oh, wacht. Deze gaat natuurlijk ook met de druk natuurlijk. Ja. Oh, oké. Okay. Nice, goed bezig. Joosje, gefeliciteerd in ieder geval. Even kijken. Oh, je bent voor in de game. Nee, oké. Okay. Ik dacht heel even dat je het in het echt zat. Oh, kijk. Die had het net over de rode versie mooier waren. Kijk eens wat daar staat dan. Kijk toch eens aan. Het is de rode. Greybread, thanks voor de host. Awesome. En daar staat nog een 111 met een 3'tje. In het rood. En daar staat natuurlijk over. Natuurlijk. Een heleboel met mintgreen. Langenhagen. Hey. En 101. Nice. Rem eraf. Huppakee. Oblivious hosting hype. Nice. Ja, toch wel, ja? Oh, te snel erop. Hallo, komt er iets van? Ja, komt er aan. Een grijs 101, die zien je vaak, nee. Zo. En let's go. Ja, zoals ik al eerder vermeldde, achterop hebben we natuurlijk een 111. En het bijzondere aan die 111 is, dat is sowieso lang geleden. Dit is een 111 met schraagpantografen. En dat vond ik ook wel lachen een keer. Een strikt monitor. Zo. Hey Reginald, thanks voor de host. Ja, ik vond hem ook wel gaaf inderdaad, absoluut. Oh. Want ik al zei, jammer dat deze DTG-versie is niet expert. Ja, absoluut. Ja, ik moet zeggen, ik vind het best wel irritant dat ik nou op Cume doe. Ik normaal gesproken ben ik gewend om met hoe heet het nou? De spatie de Sifa te bevestigen. Nou kan ik dat wel omprikken, dat is het probleem niet, maar ja, fijn is anders in ieder geval. Ik wil even wat tractie bijgeven. En dan zou ik heel de key layout moeten aanpassen van deze stuurstand. Wat in principe wel te doen en zo, maar... Nou, dus als je dan weer Steam validatie doet, dan is dat dus allemaal weer weg. Inclusief deze rails trouwens van deze route nog hoor. Oh, oh, die is hierop. Omhoog radar, want 1000 hertz is voorbij. Heb ik een. Ja, Reginald, ja. Hoeft mij niet uit te leggen hoe ik Reginald moet zeggen. Dat maar een kennis van mij die heet Reggie, dus dat is een kleine moeite. Ik moet even tractie een beetje inhouden natuurlijk, want het is nog steeds 80 euro. Zo. Sifa, hoppakee. Ja, precies. Soms wordt het ook wel gewoon Ritchie genoemd. Dus heb ik al gemerkt af en toe. Awesome. Is dat nou weer dan? Weet ik niet. Waar kan ik de default koppeling versie 1.1 vinden op Treinpunt? Gewoon in de downloads onder rijtuigen. Dus je gaat gewoon naar Treinpunt toe, downloads, Nederlands, nee ja, Train Simulator 2017, Nederlandse dingen. En dan vooral met name onder rijtuigen staat het, als ik me niet vergis. Netjes op tijd in ieder geval afgeremd, dus dat is mooi. Hier gaat lekker, briefjes, absoluut. Was allemaal een beetje krap net af, hè, maar het is allemaal gelukt. Hey Mickey, ook goeie avond. Die staat afgeremd. Moet wel even wennen weer aan deze trein. Kan er... Maar we komen er wel. Dat klinkt mistig. Ik zie daar alleen de CR staan. Huh? Ik zal even kijken, een momentje dan. Ik dacht dat hij daaronder stond, want als het goed is moet dat plan W ook staan. Het moet niet de ICR staan, maar net daaronder staan als het goed is. Maar ik zal even kijken voor je. Even kijken. Train Simulator 2016. Rolling Stock. En dan moeten we bij persoonsrijtuigen zijn. En als we dan doorgaan naar Nederland. En daar staan ze inderdaad in. Ja, klopt. Ze staan er gewoon in. Je moet niet rechtstreeks op ICR klikken, maar gewoon op, eerst op Nederlands nog klikken. En dan vind je ze wel. Oh, je hebt ze al, zie ik al. Mooi. Ja, zorg wel dat je dat eventjes goed doorneemt. Dan komt dat helemaal goed. En zorg dat de oude versie eraf is, want anders ga je conflicten krijgen. Niet dat het een ramp is, maar... ja. Zeker als je zelf ook scenario's maakt, dan kan dat een heel wel vervelend zijn. Echt, Mickey? Oké. Mooi. De FPS moet ik zeggen dat het ook redelijk goed gaat op dit moment. Ik heb, tenminste, voor mijn doen dan in ieder geval. Voor mijn doen is het op dit moment ja, 20, 22. Dus het is niet top, maar ja, goed voor je met zo'n... en wat ik heb. Die kan even weg, zo. Klein stukje nu en dan zijn we weer bij het volgende stop alweer, dus dat valt mee. Ja, maar naast... ja, ik weet niet, maar volgens mij is er nog wel... ja. Ja, er is nog een stoel, je kan nog zitten. Oh, cool, rampje. Zo. Goed, tractje eraf. En we remmen. Hey. De tegentrein. Wordt ook weer geduwd natuurlijk. Zo, wat remmen. Beetje meer remmen. Ja, dit is al een betere stop, al zeg ik het zelf. Ja, tuurlijk. Goed. Vol in de ankers. Hoppakee. Zo. Nou, kijk toch eens aan. Mooi hoor. Kijk, dit is nog een sleutel hier zo. Oh, lol. Alleen die belichting vind ik niet echt helemaal top hier zo. Kijk, dit vind ik nog eens leuk zo. Alleen ik wil eigenlijk ook een foto hebben van het ding zelf. Ja, dan hebben we ook meteen een screenshot foto voor de template. Ja, dit vind ik wel gewoon echt leuk. IC2 hype. Hij is leuk, hij is leuk. Oké, Joran, fijne avond nog, slaap lekker vandaag. En fijne avond natuurlijk. In ieder geval leuk dat je er was. Ik heb vandaag nog... Ik heb vandaag nog geen nieuws gehad, beliefjes. Dus ik heb geen mail gehad, dus het is even nog steeds afwachten. Ik verwacht in deze dagen wel daar een bericht over. Maar goed, weet je wat het is? Ik kan niet meer doen dan afwachten op dit moment en eventjes. Dus van mijn kant is alles verstuurd en ik hoop dat alles goed gegaan is. En anders gaan we gewoon mailen, hè. Ja, mag ook wel rijden, alsjeblieft. Ik heb in ieder geval ze laten weten hoe of wat, dus het is even afwachten. Ik kan wel heel even snel kijken op mijn documentaties. Waar kan ik dat is hier... Brenda, dat is een PWR van Christrains. Dus die kan je gewoon op www.christrains.com vinden. Die komt gewoon met het standaard pakket mee. En zo niet, dan zit het een N3P pakket van Chris. Even kijken dan. Nou, hij moet nog door Twitch getekend worden. En dan is het in ieder geval het arrangement is dan in ieder geval getekend. Dus daar zit ik nog op te wachten. Oeh, rijd snel. Easy, 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 easy. Dat wil ik afremmen. Dus dat is even afwachten. In ieder geval, ik heb het in ieder geval de tweede verstuurd in ieder geval. En het is nu de zesde. Het heeft wel het weekend tussen gezeten. Dus ik verwacht morgen, overmorgen toch wel meer informatie erover te kunnen geven. Dat wij in ieder geval hier even flink in de ankers gaan. Zo. Oh ja, lol. Het is alweer droog, ja. Zo, hoppakee. Langenhagen Mitte. Dat betekent nog 2 stations inderdaad hierna. Durk is in ieder geval open. Hoppakee. Dus ik vind het nog best een leuk scenario. Goed. Het is gewoon even een willekeurig random scenario dat ik bij elkaar heb gevonden. Volgens mij was het trouwens een Steam scenario, maar dat weet ik niet meer zeker. Een van de weinige dingen die ik een keer van Steam rijd, maar... Vond het wel grappig. Remmen eraf, let's go. Zag je die FPS erop tegen een goede... Oh, oké. Goed, trakje erop. Wel trakje erop, hè. Ze zullen wel het ja, net, dus we zullen het gewoon even afwachten natuurlijk. Meer kunnen we toch niet doen. Zuiderlijntje heeft dus 6414 geadopteerd. Oh, nice. Ah, dat is wennen met die Q in één keer. 80 aanhouden. Zo. Energieverspilling, ja, dat is wel ook. Sifa. Oké, Bram, nice. 63 jaar. Ja, dat is wel gewoon grappig. En als je naar buiten gaat, dan heb je zoiets van, oh, het regent bijna niet. Oh, ja, een klein beetje. Dit was grappig. Klein beetje tractie mag wel. Uiteraard niet te veel. Er zit nog steeds een restrict monitor. Ik vind het sowieso knap dat ik nou met deze trein rijd, inclusief PZB, want het is de eerste keer dat ik met deze trein rijd. Dus. Na een heel lange tijd, laat ik het zo zeggen. Volgens mij hebben we wel één keer de rode gereden. Ja, ik weet het. Oh, nou mogen we wel zelfs sneller. Maar meestal blijf ik voor de zekerheid puur net iets onder de 40 hangen. Just in case. En als je naar buiten gaat, gaat de STR. Ja, dat ligt er soms aan. Als ik echt geen trein in de buurt heb zitten, dan gaat de FPS redelijk goed. Als we daar wat treinen in de buurt krijgen ofzo, en zeker als het om een hamster gaat, nou, dan is het gewoon bijna niet te doen. Kijk, want als ik nu naar buiten ga... Kijk, als ik van de trein nou wegkijk... Langenhagen, 33 FPS van mij doen. Als ik de trein in beeld hou, dan is het 20. Dus dit is maar net waar je naar kijkt. Ja, als ik de hamster had gepakt, dan had hij helemaal gelekt van niet uit Tokyo. Trip too low, lol. Goed, Goed, anyway. Rem eraf. Even wachten. Nog even wachten. Pizza. Goed, volgende stop is Hannover Vlughaven. Nee, lol. Als je rummer, normaal gesproken wel. Even kijken. Oké, Mark, geen probleem. Misschien tot straks en anders de volgende keer. In ieder geval fijne avond alvast. Ah, nice. Ja, tja, het is wel grappig in de tijd dat jij op Superwap zit te kijken, heb ik zitten Minecraften. I'm Crazy Dan, thanks for the hosts. Awesome. Welke route is dit? Dit is de Hannover naar Hamburg route. Eigenlijk is het Hamburg-Hannover, maar ja. Klein beetje straks erbij. En Elwils, ook thanks voor de hosts. Zo. Een beetje tractie eraf. Zo, goed zat. We dachten toch gaan afremmen naar 50, dus het heeft niet veel zin om daar snel te gaan. Hey, nieuwe link. Of clipje. Nice. Lol, thanks Rob Jansen. Ik zal altijd in de lijst gaan zetten zometeen. Hey Crazy Dan, welkom. Nice to see you. How are you doing today? Goed, afremmen. Nice, 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 nice. Zo. So anyway, we're almost at the end of this scenario. It was a short warming up. But an awesome one. Goed, klein beetje afremmen. Break down a little bit. Better. Yeah, thanks again, Crazy Dan. Everything's going well, I believe, and I hope it will be complete later this week. But I'm working on it. Well, actually, they are working on it. So, yeah. Beetje afremmen. Nou, oorspronkelijk is dit een virtual railroad trein als ik me niet vergis. Alleen de uitgeklede versie. Gleidstein. Dat natuurlijk weer uitgeraaid. Oh, we gaan de rechter pakken voor de verandering. Ik kan bijna zeggen, we pakken het linker net als altijd, maar deze keer rechts. Nice. Anyway, we arrived here in our last stop of this journey in Vlughaven, Hannover. Even kijken, sorry, no, I have That's no problem, man. It's no, totally no problem. Ja, oh, lol. Zoals ik al zei, jongens, we zijn aan het einde. Ik hoop dat je het ook een keer leuk vond. Ik vond het wel bijzonder om hier te rijden weer een keer met deze trein. En ook weer eens hier in de luchthaven te komen, dus ja, ik vond het wel lachen. Je kunt hier overstappen op zien. Ja, dat is een goeie. Ik weet trouwens ook niet waar Hannover allemaal naartoe vliegen. Good work, the passengers step out here and you can take a break before heading back to Hannover. Hope Hannover later on. Awesome. Nice. Goed.